Vandaag doe ik een wedstrijd wie het mooiste attractiepark kan bouwen in de kortste tijd. De een krijgt 6 minuten de tijd, de ander maar 1. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, maak hier van die winkeltjes, van die shoppies, van die... Wat ben je nou dat hij dat maken? Een stoeltje zigzag er doorheen, dus dan heb ik geen last van. Ja, dan knal je hier toch tegenaan. Als we deze video geen 4000 likes halen, dan kom ik je opzoeken en dan... Justin! Dat ben ik. Mijn jongen, ben jij er klaar voor? Ja, nee, dat komt goed dit. Jij komt helemaal goed. 1 minuut de tijd om een attractiepark te bouwen. Je mag zelf een thema kiezen. Je mag voor alles gaan wat je wil. Maar je hebt 1 minuut de tijd om het te regelen. Denk je dat het gaat lukken? Ik ga je helpen. Dus je kan commando's aan me geven en weet ik wat allemaal. Kan ik jou ook alles laten doen? Nee, ik kan mij niet alles laten doen. Oh, wat jammer. Oké, laten we vast even de blokken een beetje verzamelen en dan gaat de minuut in. Ben je er klaar voor, Justin? Dit komt helemaal goed. De timer gaat aan in 3, 2, 1. 1 minuut de tijd. Kom op. Wat moet ik doen? Maak hier even van die winkeltjes, van die shoppies, van die... Wat denk je nou dat hij dat maakt? Ja, ik ga wel maken. Ik weet het ook allemaal niet. Ik ga je helpen, Justin. We kunnen dit samen. Samen kunnen we dit. Dit wordt een kraampje. Ik maak een kraampje. Ja, ik maak een heel mooi kraampje. Zo. Dit ziet er goed... Wat wordt dit? Wat ben je aan het doen? Ik heb 1 minuut de tijd. Ik maak een rondje. Laat me, okay. Het ziet er echt niet uit. Wacht. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog een halve minuut, Justin. Kom. Ja. Dit komt goed. Vertrouw me. Hier, ik heb een kraampje gemaakt. Wat wil je dat het kraampje verkoopt? Zeg het. Wat een mooie rondje. Wat moet het kraampje verkopen? Ja, suikerspin. Suikerspin. Oké, suikerspin, dat kan ik. Ik kan een suikerspin maken hier. Oh, dit moet zo. Kijk, hij verkoopt suikerspinnen. Wat is het? Ik help je. Het is een... Reuzenrad. Justin, 3, 2, 1. De tijd zit erop. Wat is dit? Kan je even uitleggen? Ja, dit is een nieuwe attractie. Wat heb jij geprobeerd te maken? Dit is een nieuwe attractie. Deze is niet rond, want dat is ook helemaal niet leuk. Nee, hoe noem je het? Voor de beleving is het net wat anders. Dit is een reuzenrad. Hoe noem je jouw attractiepark? Als ik hier zo rondloop, ik weet niet wat voor vibe ik hier echt van krijg van jouw 1 minuut reuzenrad. Maar hoe noem je het? Nog niet. Je attractiepark heet nog niet. Ja, vind ik een goeie. Nou jongens, welkom bij Nog Niet. We gaan door naar de volgende. Julian. Ja. Jij krijgt 3 minuten de tijd om in jouw... Wat is het fel om naar jouw rode gedeelte daar te kijken? Jemig. Ik weet niet of je het attractiepark nog niet kan overtreffen, maar ik wens je veel succes. Wat moet ik doen? Een soort van schans naar beneden maken met hout. Schans? Okay. Ja, een soort van schans naar beneden maken met hout. Prima. Alleen met dit hout. En met dit. Met water ook echt. Ja. Oké, ik zet de timer. Oké, komt-ie. 3. 2, 1, de 3 minuten zijn ingegaan. Okay, gewoon. Kom op, let's go. Omhoog. Hier is het ogen nog hoger. Ja, nee, ja, zo is goed. Oké, zo is goed. En dan gewoon zo naar beneden. Ik doe jou gewoon na. Jij leidt. Ik doe jou na. Ja, gewoon ik ben wel sneller naar dan jij. Ik ben niet sneller. Nee. Okay. Maar die van mij is veel mooier dan die van jou. Ja, dat maakt niet uit. Oké. Dat maakt niet uit. Dan ga jij verder, ik corrigeer jouw fout. Mooi uit. Ik corrigeer jouw fout. Doe jij je ding. Ja, dan moet er een soort van zoiets naar beneden. Oh, je fout is niet te corrigeren. Nee, dat maakt niet uit. Het is chaos. Ja, oké. Gewoon verder. Zo dit dichtmaken. En dan kan je dan water erboven plaatsen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga zo snel mogelijk water hierboven plaatsen. Beetje corrigeren hierna. Hier, komt ie. Oh, dat gaat lekken. We hebben een lek. Oh, het is opgelost. En nu? Okay. En nu? Ja, kan je een soort van een baan maken. Een baan. Een baan? Oké. Ja, een soort van baan. Ik maak een baan. Ja, dat is goed. Ik kijk wel gewoon waar die heen gaat, oké? Ja. Doe jij je ding. Je hebt 3 minuten. Hoe lang heb je nog? 2 minuten de tijd. Oh, okay, 2 minuten. Oké. Dit gaat goed. Ja, dat gaat ik zie goed. Dat jij wel meer plannen had dan Justin. Justin ging er gewoon voor. Jij hebt al echt iets in je hoofd, merkte ik. Merkte ik al gelijk vanaf het begin. Waar moet de baan nog meer heen? Ja, maak hem... Ja, dat... Stoffenbaan. Oké, dit is het gewoon. Dit is ja, het. Wacht even. Moet ik hem vullen met water? Ja, vul met water. Ik help. Zo, ja. Oké. Moet er niet nog wat aankleding aan je attractie pakken? Want het is nu alleen maar een wildwaterbaan. Ja, klopt. Ja, kan jij... ja, weet ik veel. Een tribune maken? Tribune? Ik weet het niet. Oké, ik ga een tribune voor je maken. Dit wordt de mooiste tribune die je ooit hebt gezien. Oké, ik denk dat dat bovenaf is. Wat heb je allemaal gedaan boven dan? Is er ook een manier om boven te komen? Nee, je gaat dus maar geen via manier de om boven benedenweg te komen. Naar boven. Oh mijn god. Ik weet niet of ik heb een verkeerde blokkeuze gemaakt, maar er is geen tijd om het te resetten. Ik help mee. Dit wordt je tribune. Je hebt nog 40 seconden, 46 seconden, kom op. Ga zo omhoog. Dat was zo. Ja, ik help jou, hè. Jij moet mij niet helpen. Maar je gaat nog verder omhoog. Nog eentje. Zo, dit was hem. Ja, dit was hem. Ik heb een tribune gemaakt. En nu? Wat wil je nog meer in je attractiepark? Een suikerspinkraam. Dat is wel goed. Oké! Ik weet niet of ik dat tijd voor heb. Wacht.
Hoe lang heb ik nog? 20 seconden. Hier, ik maak hier wel een suikerspin. Nice. Oké, okay, jouw suikerspin kraamt heel saai van binnen, maar dat maakt niet uit. Zo, oké. Okay. Ik heb verkeerde hout weer gepakt. Oké, okay, zet de roze wol hierin. De tijd is om! Zo, de tijd is om. Je moet het houden, je mag niks meer aanpassen. Nou, Julian, je attractiepark ziet er... Hij is groter dan die van Justin, ja, moet ik zeggen. En iets meer af. Ik wil hem ook gelijk testen. Met my cards! Ja, zo heb ik hier gewoon boten geplaatst. Oh ja, dat kan ook. Maar ja, boeien. Hoe kan ik hier überhaupt mee? Kan dat überhaupt? Nee, hier, daar zit ik vast. Wacht, ik duw je. Hij is stuk. My cards zien er mooi uit. Hij doet het niet eens. Jawel, ja, dan ga je. Oh! Kijk hoe snel dat gaat. Kijk die snelheid. Dit is echt de saaiste attractie waar ik ooit ben in geweest. Hoe noem je je attractiepark? Kijk hem aan. Oh, daar gaat hij. Oh, nu gaat hij hard. Hoe noem je het attractiepark? Ik ga op de tribune hier zo zitten. Zeg het maar. Waterpret. Waterpret. Dat is veel met water en zo. Weet je, ik geef Waterpret wel een goed cijfer. Het was leuk. Ik heb veel plezier gehad in Waterpret. We gaan door naar de volgende. Rick. Hallo. Jij krijgt 6 minuten de tijd om het meest prachtige attractiepark te maken wat je ooit in je leven hebt gemaakt. De druk is hoog bij jou. Iedereen wil weten wat de persoon met de langste tijd kan creëren. Niet veel. Niet veel, oké. Okay. Ik kan niet bouwen, oké. Okay. Geef maar al mijn spullen. Ik denk, je hebt alle tijd gehad om voor te bereiden. Geef al je spullen maar aan mij dat ik moet gebruiken. Oké, okay, even kijken hoor. Kijk. En deze. En ja. Ook deze. Oké, okay, dit ziet er goed uit. En dit, en... Als je zegt dat ik een suikerspin moet maken, ook echt boos. Dat leek... Oh, wacht, ik zou even roze tegen. Nee! Nee, oké. Het is tijd. In 3, 2, 1, start. Komt-ie, okay, let's go. Oké, okay. Ik wil graag... Wacht, ik heb hier deur. Kijk, ja? Ik ga even dit even snel voor jou doen. Ja? Ik wil hier een entree hebben. Bouw maar een entree. Succes! Okay. Ik ga een entree bouwen voor jou. Moet je ook nog een hek hebben, of niet? Ja, dat is wel leuk. Oké, okay, dit wordt echt de mooiste entree die je ooit in je leven gezien hebt, oké? Okay? Ja. Ik ga het laten lijken op een soort McDrive. Oh, dat vind ik leuk. Wat ga jij in de tussentijd doen dan? Ik wil een reuzenrad bouwen. Oh, misschien dat jij meer succes hebt dan Justin. Heeft hij dat ook geprobeerd? Ja, Justin's reuzenrad heet nog niet. Oh, dus misschien dat jij meer succes hebt. Mijn is, gaat waarschijnlijk eten bijna af. Bijna af. En als je klaar bent, ik zeg niet dat je ook klaar bent. Ja, ik ben bijna klaar. Stel je bent klaar, dan mag je beginnen aan een, wat is leuk, een achtbaantje of zo. Een achtbaantje? Ja, ik heb meer nodig dan dat, maar ik ben nog niet klaar trouwens. Kijk, ik maak gewoon, ik zeg maar, nu ik meer de tijd heb, ben ik ook gewoon mooi bezig en zo. Jouw attractiepark gaat er echt goed uitzien, weet ik zeker. Ja, dat dacht ik ook. Maar of je net zo leuk gaat zijn als Waterpret, dat is nog maar de vraag. Dat denk ik niet. Want Waterpret heb ik wel heel veel plezier gehad, hoor, moet ik toegeven. Ja, heb je er plezier gehad? Ik heb plezier gehad in Waterpret. Zo, hij ziet er goed uit, Rick, je poort. Ja, dit is mooi, dit is leuk. Dit is een mooie poort, hè? Ja, dit vind ik mooi. Nu een achtbaan, zei je? Ja, een achtbaantje. Ik ga niet alles voor je doen, ik moet jou helpen. Oké, okay, ja, dan, je mag me ook helpen, dat mag ook. Dan moet je pak die chain en die en ga maar stoeltjes maken. Oké, ik ga stoeltjes. Begin jij maar aan je achtbaan. Ja, oké. Okay. Ik maak stoeltjes. Geen zorgen. Dit heb ik. Komt helemaal goed. Dit ga ik niet verpesten. Je gaat dit verpesten. Oké. Stairs. Hoe lang heb ik nog? Die nog wel even. Het is nog 3,5 minuut. Ja, okay. Dat is toch genoeg? Ja, nee, dat is zeker. Oké, en dit is de opstap, dit is de afstap. Oké, en dan... Is dit... Ik heb hem! Hij is goed genoeg! Ja, dit is goed. Hij heeft zijn spaken nog nodig, want lijkt me. Ja, voeg maar toe. Ik weet het niet. Oh, ik maak zorgen dat de achtbaan werkt hier. Ja, kun jij de rails op plaatsen? Ja, kijk, topper. Kijk, nu werken we goed samen, Rick. Dit is alleen, goed. Je hebt een fout hier. Hij kan de bocht niet om. Shit. Zo wel? Nee, nog steeds niet. Jawel. Ja, zo. Perfect. Oké. Okay. Zo. Ja. Zo, kijk. Oké, okay, en dan? Dan werkt dit weer niet. Nee. Opschieten, je hebt nog maar 2,5 minuut. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Kijk, en dan komt hij hier. Ik wil hem wel testen. Ja, nee, dat komt goed. Kijk, en dan hier. Gaan we nog omhoog? Oké. Okay. Kijken. Moet ik dat ook doen? Ik ga ook wel omhoog. Ja, want kijk, dan is er een bezoekerstunnel onder. Aha. Dan kunnen ze via hier naar binnen. Kijk, en wat heb je dan in het midden? Hier, wacht, hij moet wel weg. Ik zocht wel voor de power drill. Ja, top. Ik doe steunpilaren, want dat ding kan natuurlijk niet vliegen. En zometeen gaan we iedereen uitnodigen. Gaan we iedereen uitnodigen om hier... iedereen moet even elk attractiepark getest hebben. Oké, okay, ik ga mij ondertussen even een naam geven. Die wil ik nog niet dat die gezien wordt. Oké, okay, prima. Maar je hebt nog veel te lang de tijd. Je gaat toch niet nu niks doen? Nee, ik ga nu het bordje plaatsen. Oh, hij is niet... Er zit geen middenbaks. Hoezo? Oké.
attractie. Ik schrijf attractie verkeerd. Attractiepark. Zijn deze gebouwen, Rick? Ik kom nu kijken. Nee. Oh. Nee, dat zijn, omdat ze ernaast moeten zitten. Kijk, nu al. Oh. Ik heb ook niks aan jou, hè. Oei, oei, oei. Alle de redstone dingetjes moeten ernaast. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Hoeveel tijd heb ik nog? 30 seconden. 30 maar, seconden? Heb je maar zo weinig kunnen doen in deze korte tijd, in deze lange tijd? Zo geen weinig? Kijk, zo. Dit is niet eens een pad. Huh, jongen, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik help, Potty. Oké, ja. Prachtig. Oké, meer blokken. We gaan overal moeten het pad heen. We hebben genoeg tijd om een pad te maken. Doe jij blaadjes ernaast plaatsen en zo? Ik plaats het wel. Oké. Ja. Snel. Je hebt niet meer zoveel tijd, Rick. 14 seconden, Rick. Ja. Blaadjes hier en daar. Ik wil de natuur zien in jouw park. Boom. Hier. Hoppa, kijk. Dit is nog eens een attractiepark. Hier zou ik graag heen willen met mijn familie. Weet ik van familie. Tijd zit erop, Rick. Oké. Ja, dit ziet er leuk uit, hè. Oké, laten we, voordat we dit attractiepark van jou gaan testen en de naam horen, even eerst Justin's attractiepark bezoeken, oké? Oké. Justin, we zijn hier met z'n allen op bezoek bij jouw attractiepark. Leid ons even rond door, nog niet. Oh, wacht. Ja. Hey, nu pas een entry bouwen. We moeten hier in de wachtrij staan, jongens. Kom even erin. In de wachtrij. Leid ons rond door, nog niet. Mag ik van u een kaartje? Ik heb een groepskaartje. Kom maar, Julian, wacht aan mijn kant. Ik heb een groepskaartje. Ik heb hier. Oh. Oh, hey, hier is mijn kaartje gedaan. Oh. Hier is mijn kaartje. Dankjewel. Alleen voor mij. Oh. Nee, daar net terug. Hoezo terug? Je slaapt de poort. Ja, het park is nog niet geopend. Het is nog niet af. Nee, laat het even rond, Justin. Ik heb hier hele prachtige, mooie, verfrissende, lekkere winkeltje. En je verkoopt? Suikerspin. Ah. Top. Jeetje. Ik wil graag één Dan zit je dus heb je lekker een suikerspin hier gekocht? Ja. Dan denk je, oh, dan wil ik een attractie. Ja. Dat kan. Hoe kan ik hierin dan? Oh, jij maakt nu een trap voor ons. Ja, kijk, en dan gaan we aan. Zo. En dan? Hierheen. Ja? Ja, ja, dat is allemaal leuk dit hoor. Zo. Mag ik vragen hoeveel de entree was? Wat kostte? €67. Ah, top. Per persoon, hè? Vanaf hier lijkt het ook op een slak. Jongens, een slak. Ik heb op een slak. Ik heb een entree gemaakt naar een ander leuke waterpark. Kom maar, jongens. Het beste waterpark. Dit is ik wil geen concurrentie zien. Dit ziet er leuk uit, hoor. Oké, Julian, leid ons eens even rond door waterpret. Maar... Dit is waterpret. Zoals jullie zien, is er veel water. Dat is inderdaad waar. Omdat wij hebben namelijk ook een suikerspin. Dit is een reuze suikerspin. Ja. Zulke grote krijg je ook. Je kan zulke grote. Ik kan het zeggen, ik ben hier geweest. Nee, joh. Oh, maar één ding, hè. Je zei waterpret. Maar waar is de pret? Dit moet volgen, Justin. Ik ga naar beneden met Rick. Ja, maar Rick, deze kant moet je omhoog. Kom maar, Rick. Waar is de ladder omhoog? Ik ben barbaars. Ik ga via andere... Je moet een dapper iemand zijn. Justin. Nou, ben ik klaar? Ga je, ja? Ja. Zeg maar niet dat je hem in een minecart hebt gezet. Hij zit in een minecart. Hij zit in een minecart. Zet hem gewoon in de boot. Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. De rest van dat attractie is een beetje nutteloos. Dat vind ik wel jammer. Maar hij doet het tenminste. Hij doet het tenminste. Ja, dat is wel beter dan de achtbaan. Maar dit park is dus gratis, zie ik. Ik zie geen entree. Nee, ja, hij was eigenlijk nog in aanbouw. Dat is de pret die je hier hebt. Oh. Alles wat gratis is goed, hè. Laten wij snel doorgaan naar de nieuwe prachtige attractiepark van Rick. Rick leidt ons rond. Yes. Yo. Nou jongens, welkom in Maxjesland. Maxjesland, daar kom ik al te graag. Yes. Ja, leuk. Hebben jullie kaartjes? Nee, maar we gaan wel naar Mike en Max. Groepskaartje. Ja, jij bent de eigenaar. Kom maar binnen. Nou, prachtig. Kijk hoe mooi. We hebben gras en bomen. En... Ah, dat is het eerste wat je laat zien in plaats van de grote reuzen dat hier staat. Ik wil laten zien dat er natuur in ons park is. We zijn heel eco-vriendelijk. Ja. Oh, ja. De entree zit normaal hier. Maar de stoeltjes die zijn nog aan het rondgaan. Ja, maar hoe wil je rondgaan? Zweeft dat ding op dit of zo en dat dan ronddraait? Hoe kan trouwens je hele attractie op van deze chain staan? Nee, dit zijn stalen supportbeam. En dan zit je in het stoeltje en dan? Nee, maar die stoeltje, kijk, dat is dus het mooie aan dit. Stoot wel mijn hoofd. Dit is dus het mooie aan dit reuzenrad. Ja. De stoeltjes zigzaggen er doorheen, dus dan heb ik geen last van. Ja, maar dan knal je hier toch tegenaan. Nee, die zigzaggen. Dat zeg je dus zo. Dus hij draait helemaal geen rondje? Ja, hij draait rondjes en zigzaggen.
Ja, het is geweldig. Helaas, helaas is het stroom uitgevallen, dus deze kunnen we helaas niet testen. Het is een zigzagrad. Jammer. Het is prachtig hoor. Jammer. Nou, wat is dit, Rick? Kunnen we deze testen? Ja, deze kan zeker weten getest worden. Oh, deze doet het. Dit is de achtbaan des dooms. Oké, okay, wie? Maar, de achtbaan des dooms. Oh. Ik ben van de keuring, hè? Ja. Ja. Deze houten paaltjes halen die zware cementblokken tegen ofzo. Nee, meneer, kijk, daar heb ik u in het ootje genomen. Dit zijn, dit dat zijn vind ik heel mooi dat je dat zegt, dat je gisteren in zijn ootje hebt genomen. Ik weet niet hoe duur het kaartje was van de pakker. Dat is een uitdrukking, oké. Okay. Dit zijn geen stenen, dit is gewoon plastic. Nog veiliger. Helemaal niet plastic. Kijk, laten we testen, dus jongens. Dus als hij één keer is gebruikt, dan gooi je hem zo weer weg. Nee. Ik ben testpersoon. Oké, Jesse, ga jij testen. Ik ben van de keuring. Ga zitten, ik moet het doen! Oké, want ik ben de parkbegeleider. Gas! Nee, wat doe je nou? Jezus, hij moet mezelf duwen. Wat is dit voor slechte attractie? Ja, daar gaat hij! Oh. We gaan de andere kant op. Hij staat stil! Ik kom je helpen. Hoe kan dat nou? Ineens staat hij ook dit ding is niet gepowered. Dit is niet veilig, hè? Dit, kijk, dat ding is niet gepowered. Je hebt dit niet goed gedaan. Oh, nee, ik ga het Oké, ook goed. Dit is prima. Kijk, daar gaat hij. Nou, je stil, wat vind je ervan? Ja, maar deze attractie is niet gemaakt om achteruit te gaan, volgens mij. Dit is vooruit. Zo hoort het. Dat is de twist van deze attractie. Je denkt dat je eerst vooruit gaat, maar uiteindelijk ga je achteruit. Maar hoeveel rondjes... Ja, stop dat ding ooit of blijf je gewoon zo doorgaan? Hallo? Ik zit hier, hè? Hallo? Nee, er is dus zo'n... Er is dus zo'n challenge gaande. Oh, ja. Levensgevaarlijk, hè? Gaat dat van iemand op het spoor? Nee, hier. Ja, dat is... Oh. Kijk, en dat kan hij ook. Hij kan ook de andere kant op. Hey. Oh. Zo, okay, jongens, eroverheen springen. Komt-ie, hè? Komt-ie. Ik kom eraan. Doei. Oké, jongens. Dan nu, als laatste twist, moeten jullie even hierboven komen staan. En dan ga ik de arena een beetje aanpassen, oké? Okay? Ja. Oké, gaan we blijven. Gaan we hier staan. Wij gaan nu met z'n vieren een attractiepark bouwen. We combineren onze krachten van Maxisland, van waterpret en van nog niet. En dan creëren wij... Waterpret. Nee. Max Pret. Wel af. Nog nee, niet. Wel af. Wel af. Ja, of nog net nog niet. Nog niet Max Pret. Wat dachten we daarvan? Ja. Nog niet Max Pret. Jongens, we hebben 2 minuten de tijd om met z'n vieren een mooi attractiepark te creëren. Oké, jongens, ik ga voordat we beginnen, ga ik jullie taakverdeling geven. Justin, jij krijgt de tweede kans op een reuzenrad. Yes! Julian, ik wil een nieuwe waterattractie hebben. Rick, ik wil een achtbaan. Nee. Oké? Ja. En dan wacht hij. Hey. En dan zou ik inderdaad de ingang maken, oké? Jongens, we krijgen 2 minuten de tijd. Start 3, 2, 1. Go. Iedereen aan de slag. Aan de slag, blokken pakken. Blokken pakken. Ik wil iedereen aan de slag zien. Ik ga zelf een poort maken. De poort komt hier. Dit wordt heel snel, ik ben heel snel. Dit wordt hem. Hij wordt iets anders dan de vorige poort, maar hij wordt wel mooi. Ik had net te weinig tijd voor een halve, dus nu krijg ik een hele als het goed is. Je hebt letterlijk dubbele tijd dat je net had. Dus ik verwacht veel van jou, Justin, deze dat keer. Snap ik. Voor dit attractiepak die we nu met vieren maken. Ik ben wel trots op ons. Ik ben nu al trots op ons, hoe dit eruit gaat zien. Ik ga letterlijk dezelfde poort maken gewoon, zodat een beetje de stad of de dingen terugkomt. Ik zal hem wel gratis maken als je hier naar kijkt. Waarom maak je nou weer niet rond, Justin? Het is de tweede keer dat je hem niet rond maakt. Mag ik eventjes mijn... Julian, wat doe je? Nee. Krachten bundelen. Pas op, Julian. Ik ga niet, ik ben aan het bouwen. Ik heb geen ruimte meer. Rick, schiet op. Rick, mijn ding is groot. We hebben nog een minuut. Een minuut. Ik heb geen ruimte. Ik heb letterlijk geen ruimte. Justin, wat doe je? Het was niet rond, zei je. Nee, maar we hebben nog maar een minuut. Ja, nou, komt goed. Hij was rond genoeg. Oh mijn god, schiet alsjeblieft op, jongens. 50 seconden. Ja. 50 seconden voor dit. Ik was altijd heel goed in bouwen. Ik geloof er echt niks van. Nee, dat klopt. We hebben heel kort nog eventjes. Er zijn 2, 3. Mijn gaat goed. Oh, ik heb echt een goede rondje hier. Helemaal goed. Maar nu moeten de karretjes er nog in, dus dan heb je 30 seconden de tijd voor. Maar hij is toch niet helemaal goed. Dat maakt niet uit. Schiet op, zorg dat er in ieder geval karretjes in zitten. Rick, ik wil weer een werkende achtbaan hebben waar ik ook echt daadwerkelijk in en uit kan. Ja. Komt helemaal voor de bakker. Ook al hebben we nog maar een paar seconden. Ja, maar een paar seconden? Extra, ik krijg extra tijd. Ja. Wacht. Dit wordt een hele hete. Nee. Kom jongens, doorwerken! Ja, ik doe doorwerken! Oké, de tijd zit erop, maar jullie mogen jullie laatste dingetje afmaken en dan is het goed. Julian, jij bent klaar. Justin, stop, nee, jij bent ook klaar.
Er is één karretje ingekomen. In je mond. En hij is ook eens de verkeerde kant op. Hij kijkt eigenlijk naar buiten. Die hoort ik links eens op te draaien. Oké, jongens. Oh, wacht. Zo. Nou, die ziet er wel mooi uit. Ja, ik ben trots. Ik het Joris en de draak, gewoon hout. Oké, jongens, kom maar de ingang. Allemaal hier komen. Welkom in, hoe noemden we dit ook alweer? Nog niet Max's pret. Ja, dat ja. Dat was het. Ja, dat klopt. Dat is de combinatie van al jullie drie parken bij elkaar, maar dan in 2 minuten in elkaar gezet. Ik wil per attractie een rondleiding beginnen bij jullie. Nou, welkom tot... Ja, het is geen kijk uit voor dat, zijn lek. Hoe heet dit? Is het Lava Pret? Ja, dit is Lava Pret. Dat is de opvolger van Waterpret. Lekt een beetje. Ja, dus ik weet, wie wil er als eerst? ik wil wat testen. Doe maar één. Heb je een boot? Ja, je krijgt ook een minecart. Ook een minecart. Oh. Snel zitten, Rick. Snel zitten. Op. Ik heb geen pret. Dit is geen pret. Heb je ook een waterbak waar ze kunnen afkoelen aflopen? Ja. Ik heb hier zo'n douche. Nou, oh ja, dankjewel. Die ook lekt. Ja. Die ook lekt, ja. Nee, maar kijk. Ik zou hem even zo moeten zien. Zie je? Just, ik was op. Nou, dan ga je goed klemmen. Oké, we gaan door naar de volgende attractie. Ik wil naar de achtbaan van Rick. Ja. Hoe heet die? Achtbaan des doods 2.0. Aanwege zijn daverende succes. Aanwege zijn daverende succes is er nog één gekomen. Wie wil hem testen? Wil jij hem testen, Max? Nee, ik wil hier dat Justin hem gaat testen. Vind ik eigenlijk wel leuk. Ik wil wel de attractie van Justin zo testen. Oké. Okay. Nou, ga maar. Ben je klaar voor Justin? Je hebt ook een kant ga ik op, meneer? Dat weet ik nog niet. Geen kant, hij doet het niet. Welke kant, Ali? Go! Duw hem. Go, duw hem. Hey, ja, daar gaat hij weer. Handjes omhoog, jongens. Hij is wel snel. Kijk, nou, dat was het. En daar moest je €60 voor betalen. Ja. Voor dat ene rondje. Ja, en zo moet je het. Nee, dit is nog geen pret. Wat een spanning. Nog geen Max's pret. Nou, ik wil hem ook wel een keer testen, kom maar. Ja! Yay! Kijk, ik ben zo blij dat ik €60 heb betaald. Ah, we gaan door! Ja, dat was niet, dat was jullie al. Oké, jongens, we gaan nu naar Justin. Dat is zeg maar de crème de la crème van de attractie. Ja, hier was de uitgang en dan moeten we hier links. Justin, we moeten het reuzenrad nog. Wij testen het wel zelf. Jongens. Hey, daar ben ik weer. Jongens, kom even hier. Ik wil even centraal. Ons attractiepark heeft een kers op de taart. De crème de la crème. Justin, hoe heet het? Niet rond. Niet rond. Welkom bij Niet Rond. Dit is zo'n exclusieve attractie dat maar één iemand tegelijk erin kan. Ja, dat is... Rick, ik moet test hem eens. Kijk, hoeveel lol heb jij in deze attractie? Hoe kom ik daar? Kijk, hier via zo. Ja? Je gewoon heel goed in. Kijk, en dan ga je hier zo heen, Rick. Ja? Mag ik één ding even aanduiden? Ik vind het wel leuk dat één poot van de attractie gewoon uitsteekt. Dat hij niet omvalt, joh. Ja, dat is omdat hij niet rond is. Dan steekt hij ook niet uit. Kijk. Ja. Wel een lever hier, dus misschien werkt hij. Hatsjoe? En dan even overspringen. Ja. Zo, kijk. Oké, jongens, aan de kant. Laat Rick even zijn pret hebben. Dit is zo exclusief. Ja, nou, ga ik de hendel over aan. Komt-ie. 3, 2, 1. Oh, nee, wacht even aan de andere kant. Max, kijk eens even aan de kant op. Ah, je kijkt aan de kant. Ik neem maar heel veel afstand. 3, 2, 1. Oh. Yes, dit is wordt leuk, Rick. Oh! Je liep erin. Dat was de pret. Er zit wel veel actie in. Ja, zie je. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Reageer nu even in de reacties welke kleur jij jouw favoriete attractiepark vond. En als we dit nog een keer moeten doen, welk thema we dan moeten doen. Want ik ben zo benieuwd welk thema jullie leuk vinden. Vergeet niet te liken. We gaan voor 3000 likes op deze video. Of meer, ik weet eigenlijk niet waarvoor we gingen. Maar reageer gewoon je favoriete kleur en waarom vooral. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is ook een random video in Minecraft waar we heel veel werk in hebben gestopt. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar het is gewoon een hele leuke Minecraft video. Kijk het zeker, een goede aanrader. En nu spreek ik laatste glaasje water op 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!